Hier in school hebben we de opdracht gekregen om een onthaalmeubel te maken en deel te nemen aan de wedstrijd Hoedewaard. Een meubel die eigenlijk bedoeld is om in de inkomhal van een bedrijf of van een school te komen te staan, waar ze een bedrijfsvideo kunnen laten afspelen, waar ze folders kunnen plaatsen van de opleiding of van de producten die de bedrijven maken en zo eigenlijk klanten te informeren. Ja, in het tweede jaar interesseerde mij dat heel ferm, het hout, vond ik heel interessant. Ben ik naar de houtafdeling gekomen hier in school. Ik vind het wel goed dat ze iedereen, elke school de kans geven voor eigenlijk een ontwerp te maken en er mee uit te komen en het voor te stellen. Er is een valse wand en achter die wand komt dus een ledverlichting, een strip, die wordt er tegengezet. Je kunt dat instellen met dus een apparaatje wat erbij is. Dan kun je die van kleur laten veranderen en dat is dus eigenlijk heel mooi en heel chic van uitzicht. Door de combinatie met licht, met ledverlichting aan de achterwand wordt het een warm geheel. Led kan toch gezelligheid bieden en we combineren gewoon alle gezellige aspecten samen in één meubel. Een prijswegkapen zou natuurlijk altijd fijn zijn, maar de grootste ambitie is eigenlijk het project tot een goed einde te kunnen brengen. Moeilijkheden eigenlijk als je met veel mensen hier samen bent en zo. Dus er is altijd wel iemand bezig aan een machine waar niet vrij is en dan moet je wachten tot het terug vrij wordt. Het is voor ons heel belangrijk omdat we op die manier eigenlijk het technisch onderwijs en in dit geval specifiek de houtafdeling in een positief daglicht kunnen stellen en eigenlijk reclame maken voor ons vak, voor onze opleidingen. Ja, ik wil zeker al verder werken met schijnwerkers of zelfstandig of zo worden, maar dat is natuurlijk voor later en dat duurt nog even.